Hallo, ik ben Leonie en dit is een filmpje voor prulliken.nl. In het filmpje van vandaag wil ik een techniek delen die ik voor het eerst tegenkwam op de Creabeurs in Rijswijk. Daar was collega-demonstratrice Carmen Morris met een aantal van haar prachtige voorbeelden. En zij had daar een techniek toegepast die ik niet eerder gezien had. En het heet de Serendipity techniek. In dit filmpje wil ik je laten zien hoe het precies werkt. Om deze techniek te doen hebben we de volgende dingen nodig. Een stukje kaartkarton of restpapier, wat je gaat gebruiken als achtergrond. Ik heb hier een stuk Whisper White kaartkarton. Zelfklevende vellen zijn hier ontzettend makkelijk in. Je kan natuurlijk ook alles gewoon opplakken met Tombow-lijm. Ieder individueel stukje, dat is ook prima. Maar de zelfklevende vellen maken het net wat makkelijker. En je hebt je reststukjes dessinpapier of cardstock of net wat het is wat je wil gaan gebruiken om het erop te plakken. En het kan makkelijk zijn om dan nog een trimmer of een guillotine trimmer in dit geval. Of je gewone pepertrimmer of een schaartje of zo erbij de hand te hebben als je dingen wat kleiner van maat wil maken. Om te beginnen plak ik mijn zelfklevende vellen op mijn velletje. Hierdoor is meteen mijn volledige achtergrond bedekt met een laagje lijm. Als je nou een heel groot stuk hebt wat je met deze techniek wil bewerken, dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om steeds een klein stukje van je schutvelletje weg te trekken, dat te bedekken. En dan weer een volgend stukje weg te trekken. Dan heb je niet het risico dat er van allerlei extra dingen in gaan kleven. Wat niet de bedoeling was. Nou, en dan heb je dus je papierstrookjes. De ene manier is door het te scheuren. Je kunt ze ook allemaal snijden en opplakken. En dan is het gewoon eigenlijk een beetje spelen met de patroontjes. En wat je hebt, hoe je het wilt hebben. Hoe je het wilt invullen. Maar je plakt alles een beetje willekeurig. Cool. Je plakt alles een beetje willekeurig op. Om je patroontje te maken.
Als je alle stukjes dan opgeplakt hebt, dan kun je kijken waar dat er nog laagjes los zitten. Daar kan je wat Tombow tussen doen om te zorgen dat ze goed vastzitten. Voorzichtig dat je niet te veel gebruikt, want Tombow gaat er anders tussenuit. En als je tevreden bent over dit resultaat, dan knip je alle overhangende stukjes af. En zo is je Serendipity deel klaar. Nu je eenmaal snapt hoe de techniek werkt, kun je pas echt aan de slag. Je kunt zo'n paneeltje namelijk heel leuk toepassen in de achtergrond van je kaart. Of je kunt rechtstreeks werken op de achtergrond van je kaart, zoals ik hier aan de bovenkant en de onderkant heb gedaan van deze kaart. Je kunt deze techniek heel minimalistisch toepassen met slechts een paar strookjes onderaan de kaart. Of je kunt helemaal losgaan en een volledige achtergrond met de Serendipity techniek maken. De keuze is eigenlijk volledig aan jou. Wil je nog een keer nalezen hoe het allemaal in zijn werk ging? Neem dan een kijkje op mijn website www.prulleke.nl. Daar vind je niet alleen informatie over de Serendipity techniek, maar nog veel meer dingen, inspiratie en informatie over van allerlei dingen die te maken hebben met Stampin' Up. Ik ben namelijk een onafhankelijke Stampin' Up demonstratrice. Dus wil je iets bestellen dat ik gebruikt heb in dit filmpje? Neem dan contact op met me, want ik verzorg je bestelling graag voor je. Je kunt hem het makkelijkste doorgeven door een mailtje te sturen naar leonie@prulleke.nl. Ik hoop dat je dit een leuk filmpje vond. Is dat zo, geef me dan een duimpje omhoog. En ik zou het ook reuze leuk vinden als je een keer een comment voor me achterlaat onder in de film. Vergeet niet dat je je kunt abonneren op mijn kanaal, zodat je ook in de toekomst mijn filmpjes kunt bekijken. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Tot dan, doei!